Ja, je gaat het proces in. Je gaat in gesprek met de banken over de investeringen. Je gaat onderhandelen met de leveranciers van de materialen. Je gaat op een gegeven moment bouwplannen maken. Je gaat zo'n proces in en nee, ik leg daar 's nachts niet wakker van. Slechts 26 jaar en nu al aan het roer van een hypermodern agrarisch bedrijf. Vorig jaar nam Maurice van Tel dit bedrijf van zijn ouders over. Een gigantische kwekerij in Nieuwaal. Sindsdien heeft hij het een en ander aangepast en veranderd. En door die aanpassingen wordt hij ook gezien als koploper in de tuinbouw wat betreft nieuwe ontwikkelingen. En dat maakt mij weer extra nieuwsgierig. Maurice, 26 jaar en dan is dit alles al van jou. Hoe voelt dat? Goed, ja. Hele verantwoordelijkheid, maar goed. Yes. Het is wel heel jong. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Mijn ouders die waren 65 jaar, toen was ik 24. En ze vonden het wel mooi geweest. Ze hadden 40 jaar gewerkt en ze wilden een stapje terug doen en ik een stapje vooruit. Ja, ik zeg net al van dit alles is van jou, maar hoe groot is jouw bedrijf? Kun je dat uitleggen? Het bedrijf is 6 hectare groot, dus 60.000 vierkante meter. We produceren jaarlijks bijna 30 miljoen bloemen en die gaan door heel Europa heen. Even voor mijn beeld, ben jij een grote chrysantenkweker in Nederland? Ja, redelijk. Ja, ja. Zeker in de aantallen. Wij hebben een hele intensieve teelt, wij telen Santinis. Die worden voornamelijk gebruikt voor mixbouquetwerk. Maurice, toen je dus het bedrijf van je ouders overnam, dacht jij, dan wil ik het wel een beetje anders doen en het even aan gaan pakken. Wat heb je allemaal gedaan? We hebben in die tijd geïnvesteerd in een nieuwe LED-belichting. Er komen nog wat andere investeringen bij, er komt een tweede scherm bij en luchtontvochtigers om het energieverbruik te reduceren. Nu zie ik hier roze verlichting. Ja. Maar wat doet die roze verlichting? Want jij zei het zorgt ook voor betere plantengroei. Wat is het eigenlijk? In die oranje lampen, dat zijn de hoge druk natriumlampen, daar zit alle kleuren van het kleurenspectrum in. In de LED-lampen, die zijn speciaal aangemeten op de planten, daar zitten drie kleuren in. Rood licht, deze kleur is alleen voor de groei van de plant. Daar zit blauw licht in. Blauw is een stukje stuurlicht. Dus dan weet de plant, oh, ik moet die kant op groeien, dus omhoog. En een stukje wit licht. Wit licht is om het werkbaar te maken voor het personeel. Als er geen wit licht in zit, dan kun je daar last van ervaren. En gaat dit alleen nog maar verder in de ontwikkeling, denk jij? Of? Ja, ja, ja. Er komen op een gegeven moment lampen waar je eerst de ene kleur aanzet en later de andere kleur of iets dergelijks. En dat allemaal om dus meer planten te krijgen? Meer planten, meer groei, sneller, hogere plantdichtheden. Ja, ja, bijzonder. When we were younger. Everyone was on our side, then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. Maurice, wat me dan wel opvalt, als je hier zo rondloopt en het dan hebt over die LED-verlichting en al die dingen die je hier nog in deze kast wil gaan doen, dan valt het me op dat ik denk, ja, je doet miljoenen investeringen, maar je bent er zo lekker nuchter onder. Heb je daar dan helemaal geen slapeloze nachten van gehad of nog? Nog steeds? Nee, nee, nee. Daar heb ik geen last van. Nee. Je gaat het proces in. Je gaat in gesprek met de banken over de investeringen. Je gaat onderhandelen met de leveranciers van de materialen. Je gaat op een gegeven moment bouwplannen maken. Je gaat zo'n proces in en nee, ik leg daar 's nachts niet wakker van. Maar je neemt wel echt het bedrijf van je ouders over en je wil het dan ook nog eens anders doen. Ja, ja. En dan denk jij gewoon, dat kan ik. Dat ga ik gewoon doen. Ja. Uitdagend houden, daar hou ik van. Als er geen uitdaging in zit, dan nee, het moet uitdagend blijven. Was het ook uitdagend afgelopen jaar, zo'n eerste jaar? Ja, dat was. Ja, dat dan weer ja, wel. Ja, het was enorm uitdagend, ja. Je hebt jezelf wel op de proef gesteld. Ja, in wat voor dingen bijvoorbeeld? Sowieso met de LED-lampen om de winter, het eerste traject.
Het is best wel moeilijk. Een hele andere teelt, je moet andere dingen, klimaatinstellingen, licht- en donkertijden moet je aanpassen. Je betaalt altijd een beetje leergeld, maar daar word je wel stukken beter van. Er zijn dus altijd weer dingen waarop jij nu terug kan kijken en denkt, nou, dat doe ik de volgende keer anders. Ja, zeker. Ja. Maar tot nu toe ben je dus tevreden. Als je hier naar kijkt, denk je, ja, dat was het waard het afgelopen jaar. Ja, zeker. Het is toch prachtig. Ja. Anton, goeiemorgen. Is dit jouw speeltje? Ja, dit is mijn speeltje. De maishakselaar. Je rijdt volgens mij de duurste Jaguar van Nederland. Ja, dat schiet wel aardig op, denk ik. Je kunt ze haast niet ontlopen op de binnenwegen, de maishakselaars. Je zit erachter, je wacht erop of je wil ze inhalen. Maar hoe is het om erop te zitten? Anton doet het al 25 jaar. En hij weet inmiddels alles van vluchtheuvels, smalle weggetjes en medeweggebruikers. Het rijden op zo'n machine is een geweldig gevoel. Een grote machine, veel pk's. Nee, het is niet vervelend om met zo'n machine te rijden. Maar je moet je gedachten er wel aardig bij hebben. Niet iedereen heeft in de gaten dat het zo breed is. Ja, de afmetingen van de hakselaar zijn bijna 4 meter hoog. Net 3 meter breed. En ik denk een meter of 7 à 8 lang. Oh. Dat gaat ook nog maar net. Ja, hier valt het nog mee. Zometeen komen we een stukje tussen de bomen. En daar wordt wel niet altijd helemaal rekenschap gehouden met brede machines. Als je geluk hebt, dan komt er zo'n auto aan. Dan zullen we het zien. Je moet wel passen dat je geen bomen raakt en zo, hè? Ja, je moet een beetje midden op de weg blijven hier. Ja, automobilisten kunnen op de raarste plekken en op de smalste gedeeltes kunnen ze inhalen. Maar ook wel op de binnenweggetjes, dat ze met de lichten seinen of klaksoneren, daar horen we toch niks van. Maar dan moeten ze er langs. Terwijl dat de winstwassen ermee pakken is hoger een minuutje misschien. Maar dan denken ze dat ze iets sneller moeten zijn dan wij. Die drippels. Dat is niet helemaal mijn grote favoriet. Vooral bij zulke machines niet. Het is wel smal, hè, overal? Ja, in het dorp is het smal. Maar hier zijn nog redelijke stroken langs de kant dat je nog opzij kunt. In de brouwerie, ja, als we bij het perceel aankomen, dan gaan eerst de beschermkappen eraf. Dan klappen we de bek uit. En dan komt de wagen erachter. En dan ik maai meestal gelijk helemaal langs de buitenkant. Eigenlijk kun je aan het manier van hakselen de handtekening van Anton zien. Ja, de jongens die weten hoe ik het doe en dat gaat eigenlijk nooit mis. Eerder dan kwamen ze nog weer een keer andersom het land op en kwamen ze mee tegen in plaats van achterop. Maar dat is nu wel over. Ze kennen het trucje nog. We moeten, ik denk, nog ongeveer een 150 hectare moeten we nog. Je mag nog even? Ja, we mogen nog even. Moet je wel je hobby zijn dan, hè? Ja, dat is echt mijn hobby. Ik zeg, succes. Hartstikke bedankt. Dan gaan we lekker naar binnen. Gaan we doen. Tot ziens. Het is grote verhuisdag op de Pippert. De kalfjes gaan naar een groter hok. En de pinken mogen voor het eerst de wei in. Dit zijn mijn eenelpjes. Hier blijven ze 14 dagen. En als ze goed groeien, goed drinken, dan mogen ze naar een groter hokje. Het handigste om een kalfje over te doen, is vlak voordat hij gevoerd wordt. Want dan loopt hij makkelijker achter je aan. Ga je mee, springert? Zo maar. Kom. Kies. Kom. Zo. Lekker gek doen. Hey jong. Wat gaan we doen, pap? We gaan de droge koeien met de pinken naar buiten. En de pinken gaan voor het eerst? Ja, de eerste keer. Daan loopt met droge koeien mee. Die houden ze rustig. Oh, kijk, ze gaan al een beetje gek doen. Oh, denken ze, ik kan hier ook heen rennen. Nu gaan ze leren hoe ze gras moeten eten. Dat leren ze door de oude koeien goed naar te kijken. En als ze straks een kalfje hebben gehad, kunnen ze dat ook gewoon goed in de wei. Daarom is het heel belangrijk dat ze als jonge koe
pink naar buiten gaan. Net zag ik die man al achter in die kast natuurlijk lekker bezig en ze legt het op een band en dan gaat het dus helemaal onder de grond. Ja, een band van 300 meter lang. Dan gaan de bloemen zo naar voren, worden ze getransporteerd. Hier worden ze verwerkt. Het kluitje wordt hier afgeknipt in de machine. Hier worden ze ontbladerd. Er wordt een elastiekje omheen gedaan. En allemaal automatisch, hè? Ja, mooi hè. Het enige handwerk is dus die laatste check. Ja, één vrouw maakt de bloemen gelijk. De andere maakt vijf bossen bij elkaar en die legt ze op de inhoesrobot. Wordt dus nog een keer gelijk afgeknipt dat alles helemaal netjes recht is. De bovenkant recht is, de onderkant recht is. En dan worden ze hier automatisch ingehoest. Ja, en dan valt me wel op dat hier dus alle vrouwen staan en daar alle mannen. Ja. Ja. Dat vrouwen, is altijd, hè? Vrouwen zijn toch net even iets netter in de afwerking. Ja. Dus jij staat hier zelf bijna niet? Nee. Nee. Dit is nog een weegstation. Iedere bos wordt hier apart gewogen. En het gewicht van de bos dat gaat mee. En zo kan zij precies zien hoe zwaar een bos is. En dat we daar op de kar ook nog precies op elke kar hetzelfde gewicht hebben. Want waarom is het gewicht belangrijk? Wij worden betaald per gewicht. Oh, echt? Ja. Niet per tak? Per tak en per gewicht. Maar is dat ook nog iets waar je dan met kweken druk mee bent? Dat ze wat zwaarder worden? Ja, ja daar doen wij alles aan om ze zwaarder te maken. Misschien een beetje boerenverstand, maar dan zou ik denken, laat er lekker veel blad aan zitten. Meer blad kan er niet aan zitten. Nee. Maar het is, daarom hebben wij geïnvesteerd in ledlampen, zodat wij ook in de winter nog steeds zware bloemen hebben. Ja, en dan is het weer tijd om afscheid te nemen van je bloemen. Ja. Waar gaan ze heen? Deze bloemen die zijn vanochtend gesneden, die zijn vandaag vanochtend geprikoeld, worden nu ingeladen. Deze gaan rechtstreeks naar de klant in Engeland. Ja, per boot. Dus jij levert niet alleen aan de veiling, maar ook gewoon rechtstreeks aan klanten? Ja, ja. In dit geval naar een Engelse supermarktketen. De helft van mijn afzet gaat naar Engeland. Hoe komt dat? Ja, dit is zo ontstaan door het type bloem dat we hebben en door de klanten die wij daardoor aantrekken. Zijn wij in Nederland dan niet zo'n chrysante land? Nee. Nee, ik was helaas er wel bang voor. Helaas niet. Je zei net wel al Engeland, daar gaat veel naartoe van jullie. Klopt. Maar dan denk ik toch meteen aan die Brexit, want ik hoorde allemaal horrorverhalen over en toch wel van wat gaat daarmee gebeuren. Hoe sta jij daarin? Ik sta er redelijk nuchter in. Er gaan dingen veranderen, maar we wachten het gewoon af. Vooralsnog maken wij ons eigen daar niet druk over. Ik zelf in ieder geval. Nee, ja, want ik kan me voorstellen, als je 50% is toch wel een flink deel. Ja, klopt. Ja, nee, ja, het klopt helemaal, maar ik wacht het gewoon af. Je wordt gezien als koploper in deze sector, in de glastuinbouw. Want jij zorgt ervoor dat de led hangt, biologische gewasbescherming, yes. Nou, noem het allemaal op. Maar blijf je dat ook doen? Wat staat er allemaal nog op stapel? We gaan deze zomer nog investeren in een tweede scherm en luchtontvochtigers, zodat we met minder energie nog steeds dezelfde bloemkwaliteit kunnen leveren. Dus toch weer echt op die energieduurzaamheid, energiebezuiniging. Ja. Dat zal iets zijn wat in de toekomst gewoon veel zal blijven spelen in de kassen? Ja, en ik denk dat het ook een eis wordt vanuit de klant. En vanuit de overheid kan ik me voorstellen? Dat ook, ja. En verder, je toekomst? Hoe zie je het voor je? Wat ga je allemaal nog doen? Ik heb voor de rest op het moment nog geen plannen. Dat geloof ik niet. Nee, voorlopig niet. Ik ga zo geconcentreerd mogelijk bloemen kweken, zo goed mogelijk. En dan ga ik eerst eens een tijdje proberen vol te houden. Gewoon die koploper even blijven. Ja. Nou, lijkt me leuk. Doe ook wel, toch? Ja. Misschien moet je het daar ook gewoon eerst even mee doen. Je bent nog maar 26. Ja. En de volgende bos is ook weer klaar om naar de bloemist te gaan of bij jou thuis op tafel te belanden. Maar wat zo leuk is met een dagje meelopen met Maurice, is dat je echt merkt dat het een jonge ondernemer is die al veel heeft veranderd, nog dus gaat veranderen, maar ook zo lekker nuchter is en zo goed van vertrouwen van alles komt goed. Dus met zijn chrysanten, oftewel Santini's moet ik nu eigenlijk zeggen, dat heb ik geleerd vandaag, komt het volgens mij ook wel goed. Maar
Het bedrijf kan ook nog wel eens groter worden. Dat denk ik hoor. Op naar Engeland. Tot volgende week. Tot de volgende Boerenstroef.